Rotterdam, de grootste haven van het Europese vasteland, heeft langs zijn levensader, de Nieuwe Waterweg, op 7 plaatsen radarposten gekregen die ook bij slecht zicht de vaart mogelijk maken. Dit grootste civiele radarproject ter wereld is deze dagen officieel door Prins Bernhard in gebruik gesteld. Ik verklaar dan hierbij deze radardienst voor geopend en bij wijze van oefening zou je ons willen radarassistentie geven naar Rotterdam, over. Om het radarsysteem in werking te zien, hebben we het stoomschip Drenthe gevolgd op zijn tocht van Rotterdam naar zee. Met de loodsboot begeeft de loods zich naar het schip dat in de haven voor anker ligt. De loods en zijn assistent hebben een zogenaamde portofoon bij zich. Hiermee wordt een draadloze telefoonverbinding met de radarposten aan de wal onderhouden. En dat gebeurt via een meegebrachte antenne die op de brug bevestigd wordt. Hallo, waarover radar? Hier is het stoomschip Drenthe. Ik vertrek van de Schiehaven naar zee. Kunt u me assisteren? Over. De radarpost in de haven is de eerste die het schip aanwijzingen geeft. Stoomschip Drenthe hier, Waalhaven radar. Ik zie u op mijn scherm. Elke radarpost bestrijkt een bepaald gedeelte van de Nieuwe Waterweg. Stoomschip Drenthe, wilt u nu overschakelen naar kanaal 4 voor Maasluis radar? Behalve gegevens over de eigen positie, ontvangen de schepen ook aanwijzingen over het andere verkeer op deze drukke vaarroute. Stoomschip Drenthe, 500 meter beneden u, bevindt zich een tegenligger, iets zuid van midvaarwaters. Zo worden de schepen veilig tot buiten de pieren van Hoek van Holland geleid. Hoek radar, u wordt bedankt voor de assistentie, over en sluiten maar. Door dit radarsysteem, dat natuurlijk ook in omgekeerde richting werkt, is de betekenis van Rotterdam als wereldhaven opnieuw belangrijk toegenomen.